Happy birthday to you. Happy birthday to you. Congratulations. High five, high five, high five. Well done. Sexy, hè? Hé? Probleem van 1,60 meter te zijn, is dat dat water heel hoog staat. Goedemorgen, welkom op onze nieuwe vakantievlog. Iedereen is wakker, juist. Ja. Mama en papa zijn al, en Arco ook, was ook al een beetje vroeg wakker. Vandaag is onze eerste dag roadtrip, dus we verlaten Las Vegas, het hectische Las Vegas. En we gaan de natuur in, de reden waarom we naar West-Amerika gekomen zijn. En we moeten om 8 uur al richting Zion zijn. Zion is een natuurpark, dat is het eerste natuurpark dat we gaan doen. Maar, het is niet zomaar onze eerste dag roadtrip, het is ook nog een andere dag vandaag. Wat is het nog vandaag? Is er nog iets dat jij weet? Nee? Een speciale dag. Nee, Arco weet het ook niet. Weet het iemand? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arco. Happy birthday to you. Hiep, hiep, hiep. Hoera. Hiep, hiep, hiep. Hoera. Hiep, hiep, hiep. Hoera. Was je vergeten dat je verjaardag was? Ik wist niet welke dag het was. Ik weet dat nooit. Zo. Een pakkie. Birthday King. Met een... Met wat? Een pijltje met een pijltje omhoog. Dus? Dat is die vandaag je... T-shirt voor aan te doen. We gaan een keer kijken hoeveel mensen dat er gaan kijken. Niet? En dat er gaan zijn gelukkig. Ja. 10 jaar. Ah ja. Je bent nu een tiener. Vanaf vandaag. Gaan die bij hen moeilijk doen vandaag. Zoals die twee daar. Dat zijn al tieners. Die rechtse doet al heel moeilijk. De linkse begint moeilijk te doen. Ga jij nu ook beginnen? Nee? Beloof je dat? Ja. Het staat op de vlog, hè? Ik heb dat ook beloofd. Ja, zij heeft dat ook beloofd. Zij heeft gezegd van, ik ga nooit pieberen. En wat doet ze? Ze puurt. Ah, voilà. Nu je leeftijd uit 2 cijfers bestaat, mag je vast en zeker ook 2 keer zoveel zakgeld, 2 keer zo lang tv kijken, en niet te vergeten 2 keer zoveel cadeautjes. Dat was niet afgesproken. We zijn... Klaar om onze eerste roadtrip. Dag, waar is Arco? Ah, daar is Arco. The birthday man. Dus we zijn klaar voor onze eerste dag roadtrip. Het is een klein beetje wennen, want normaal op het gemak opstaan op vakantie, maar nu moeten we toch wel doordoen. Wat is er? Een stekker van Amerika misschien. Mijn stekker van Amerika. Dank u, mama. Mama is altijd de controleur. Ze gaat nog een keer alles... rondgaan en kijken, maar mama, dank u. We gaan ijsblokjes vullen. Op in ieder hotel kunnen we ijsblokjes vullen. We hebben zakjes gekocht om dat in te doen en dan in de koelbox omdat onze drank dan fris zou blijven. Even ijsblokjes vullen. Ijsblokjes vullen. Ijsblokjes vullen. Goed gedaan, ja. Ijsblokjes vullen. Voor de mensen die ons privé kennen of die met hun haar komen, mensen die ons niet kennen, gaan niet weten wat dat is. Maar, ons kapsalon noemt Nine Salon, dus niet Nine van Duits Nien, maar Nine, het cijfer 9. Het cijfer 9. Dus die 9 komt altijd wel een keer terug in ons leven en vaak terug in ons leven. Niet dat dat de bedoeling is, maar het komt altijd tegen. Dus welk verdiep krijgen we? Verdiep 9, dus etage 9. Dus in feite is het leuk om altijd die 9 tegen te komen. Dus het was weer geen toeval dat we deze keer op 9 sliepen. Wakker? Half en half. Half? Je hebt 9 uur geslapen. Ja. Toch al veel, hè? Oh. Ja,
De staat Nevada laten we achter ons. En we gaan naar Arizona. De Canyonland. Dus onze roadtrip begint nu echt wel. De landschappen zijn ook al veranderd. Het is allemaal zo wat desolaat aan het worden. Woestijn, ruw, weinig beplanting, warm. Maar het is natuurlijk wel tof, hè? Dus we zijn bijna in Zion National Park. Het enige wat we nu afvragen is hoe druk zal het zijn. Als het heel druk is, soms kun je toch een uur aanschuiven om binnen te gaan. Dus als het heel druk is, moeten we ons parkeren in Springdale. En dan met een busje in Zion gaan. En anders kunnen we binnen rijden. Wat we moeten doen is een jaarabonnement kopen voor alle nationale parken. Dat is $80. Maar dan kan je in alle nationale parken binnen. Dus als je ieder nationaal park apart betaalt en je doet een paar nationale parken op je reis, dan ga je voordeel doen met een nationaal park pass te kopen. Dus bij je eerste nationaal park kan je dat kopen. Of een eindje voordien, voordat je vertrekt, kan je dat ook aanvragen, dan stuur je dat thuis op. Maar dat moet je wel lang voordien doen, dat je, het moet toch van Amerika komen. Dus als je zo zegt van 2 maanden voordien wil ik dat dan aanvragen, dan kan je dat doen. Dus we gaan zien of we moeten parkeren in het stadje of dat we kunnen doorrijden in het Nationaal Park. En we zullen eerst naar de receptie gaan, naar het infocentrum, om te kijken voor de kids, voor de Junior Ranger Program aan te vragen. Dus ze moeten dan iets doen, ze krijgen dan een boekje, ze moeten daar dingen invullen, een tekening maken, ze moeten zwerfvuil opruimen. Over 350 meter rechts aanhouden. Dank u. En dan moeten ze ook eventueel luisteren naar een ranger voor wat er van dieren zijn of wat er moet gebeuren. En dan kunnen ze een pin hebben. En dan kunnen ze alle pins verzamelen van alle nationale parken. Dus we zijn aangekomen in Zion National Park. En je mag niet met de auto in Zion rijden, dus we moeten de bus nemen. Bussen die op elektriciteit, op zonne-energie rijden. Dus kijk. Dus we gaan eerst de bus nemen naar de ingang. En dan kunnen we verder een andere bus nemen naar de Narrows. Voordat je in de Zion gaat, moet je kijken dat je toch de juiste schoenen hebt. Dus hier kan je zo'n schoenen kopen voor in het water. Anders ga je schoenen, wij hebben waterschoenen mee. En hier ook kan je kijken dus of er een gevaar is voor overstroming, dat de rivier plots overstroomt. Dus vandaag, not expected. Dus het is geen verwachting dat de rivier plots harder gaat stromen. Dus als het naar probably of expected, dan mag je niet de Narrows binnen. Wat ben je aan het doen? Een boekje. Ah, de Junior Ranger Program? Ja? En dan straks kijken wat ze zeggen? Ja. Raise your right hand. Good, good, good. And repeat what I say. So now I promise. I promise. As a Junior Ranger. As a Junior Ranger. To help protect. To help protect. All the plants and animals. All the plants and animals of Zion National Park. Zion National Park. When I return home, when I return home, I will continue. I will continue to learn and protect. To learn and protect.
about the natural world. About the natural world around me. Congratulations. High five, high five, high five. Well done. And then these are for you. One for you. One for you. One for you. You're welcome. And then I'm not sure whose book is which. You'll figure it out. Thank you very much. You're welcome. You guys have a great day. Thank you. We zijn dus juist in het museum geweest van Zion National Park. En we hebben daar moeten een boekje invullen. En this is Weeping Rock. Nu ben ik dus Nunta, papa. Junior Ranger. En nu ben ik dus Junior Ranger. Ze hebben hun eerste eekhoorntje gezien. Daar zit hij. Waar zit hij? Waar zit hij? Ah, daar. Ah, kan ik je proberen in te zoomen? Die wil er naar beneden van. Dus we zijn nu onze wandeling begonnen. Je moet afstappen op bushalte 9 voor de Narrows. Dan is het nog een stukje wandelen. Het is al heel wat zand. Dan gaan we onze waterschoenen aandoen, want het is constant door het water dat we moeten. Je kan zo ver wandelen als je wil. Je kan uren door de canyons. Hoe verder je gaat, hoe dieper het natuurlijk wordt. We hebben natuurlijk niet de tijd om 5 uur door de Narrows te wandelen, dus het zal wat korter zijn. Maar wat dat we hier constant zien, zijn eekhoorntjes die over de baan lopen. Dus wanneer we een paar zien, gaan we die ook delen. En ik zie er echt naar uit om te wandelen in de Narrows. Dat is toch een van de redenen dat we hier in Zion zijn. En de natuur is gewoon mega. Dus steile rotsen en je wandelt er gewoon door. Dus het is echt heel mooi. Ook allemaal rood. En we hebben juist gehoord dat hoe meer ijzer dat er in de gesteente zit, hoe roder de rotsen zijn. Dus daarom zijn de rotsen op bepaalde plaatsen echt heel rood. Dus we kijken naar uit. Het gaat koud zijn, zeggen ze. Het water is heel koud. Komt van de bergen. En er is in de Narrows, dus het is echt een smalle canyon, een smalle spleet in de gesteente. Dus het zal koud zijn, geen zon. Dus, maar goed, het is hier echt 40 graden. Dus een keer even geen zon. Dus misschien gaan we dan wel een beetje te koud hebben. Dan kunnen we daar een beetje over bezig zijn dat we te koud hebben. Maar het zal wel wat avontuurlijk zijn, dus let's go. Wat staat hierop? Wat is? Birthday King. Birthday King. Daar zit ons materiaal in. Fototoestel, GSM. Dus, ah ja, mijn GSM. Mijn GSM kan wel tegen water, maar we steken dat hierin. Moest die naar de stroming vast zijn, dat gaan we niet doen. Hè. Dus we steken alles hierin, in een waterdichte zak. Ik heb pictures in het. Natuurlijk gaat het geluid van deze opnames anders zijn en
ja, minder, vind ik toch. Van de GoPro is het minder. Maar de GoPro is echt gemaakt voor wateractiviteiten. Het water is koud. Dus daarom is het geluid wat minder. Dus mijn excuses daarvoor. Maar veiligheid voor het materiaal op de eerste plaats. Wat is er? Je broek niet nat, maar. Heb jij je broek geplast of zo? Hoe diep zit jij, zeg? Ik denk dat we langs die kant moeten. Hier is het een klein beetje minder diep. Niet gemakkelijk om in de rivier rond te lopen. Allemaal grote en kleine rotsen. Dus ze zijn heel gladde. Dus je kan heel gemakkelijk vallen. Dus je moet goed kijken waar je voeten zet. Maar het is wel super leuk. Het is wel koud, maar ja. In het begin is het koud, dus het is echt heel verfrissend. Dus ja, het is echt iets dat je moet gedaan hebben als je naar dit deel komt. Als je zaaien kan doen, moet je de narrows doen. Het is gewoon mega. Waar zijn je voeten? Nergens. Zonder voeten, man. Probleem van een 1,60 meter te zijn, is dat dat water heel hoog staat. Mijn broek is al helemaal opgeplooid, dus helemaal fashion. Dat is wel fashion, hè? Buiklanding. Die moet je echt overal vasthouden. Dat is super, super leuk. De kids vinden het ook super tof. Maar als je natuurlijk valt op die stenen, kan het wel veel, veel, veel pijn doen. Dus je moet wel oppassen. Oké, zo andere mensen doen, als ze hem zelf niet kunt worden. Ja. Superleuk! Superleuk! Oké. Vind je het leuk? Ik vind het superleuk. Het is alleen onhandig met de camera, maar alles voor de foto. We hebben weer een normaal geluid. We zijn weer met de gewone camera bezig. Met de vlogcamera. Maar ja, de narrows
door die rivier. Het is toch echt een super ervaring. Iets dat je toch niet veel kan doen. Je kan nog veel verder wandelen, maar je moet dan wel een hele dag hebben. Dus je kan eigenlijk zo lang maken als je wil. Zeggen van ik ga 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer. De narrow gaat altijd maar smaller en smaller. Op bepaalde stukken kan je er echt wel in zitten tot borst. Dus je kan echt wel zo lang wandelen als je wil. Maar dan moet je wel vroeg zijn natuurlijk. Hè. Nu gaan we terug wandelen naar de bus, de shuttlebus. Om dan met de auto een stukje doorzaaien. Dus je kan eigenlijk niet helemaal doorzaaien, maar je kan een klein stukje doorzaaien. En dan hebben we nog op het einde een wandeling van een uurtje. Dat we dan een mooi zicht hebben en moeten hier oppassen. Of we trappen op de eekhoorns. Zoveel zijn er. Dat we dan een zicht hebben over zaaien. Dat is ook een leuke wandeling van een uur. En die gaan we ook nog doen voordat we naar... Je moet echt... Ze lopen hier gewoon overal, die eekhoorns. En dan gaan we naar de Zion Mountain Ranch. Dus een ranch met buffels. Ik weet niet of we ze gaan zien. Het zal natuurlijk waarschijnlijk al donker zijn als we aankomen. En we mogen maar inchecken tot 9 uur. Dus dat gaat wel wat nipt worden. We willen die wandeling nog doen. Dus en hopelijk kunnen we wel nog eten in hun restaurant ook. Anders zijn we echt wel gejost. En dat we al dikwijls een keer meegemaakt hebben dat we ergens niet meer kunnen eten. En onze pistoletjes zijn volledig op. Dus dan gaan we iets moeten vinden. Hé. Dus het wordt weer spannend welk avontuur er op ons wacht. Kunnen we eten of kunnen we niet meer eten? Papa probeert een foto te maken. Een selfie met een van de eekhoorns. Canyon Trail. En hier zitten dus de steenbokken, gewoon tussen de rotsen. Dus ik had dat een keer gezien op een filmpje en ik had ook zoiets gezegd van ja, bij ons, wij gaan dat wel niet zien. Maar hier zijn ze. Vind ik magisch. 4, 5, 6, 6. Ah ja? Prachtige wandeling. Dus zoals gedacht, zoals op de foto's, is het echt mega leuk. Het is niet plat, maar het is echt wel een zeer, zeer, zeer leuke wandeling.
Here we are. Die overlook, dus dat je het zicht hebt over Zion, dat is echt wel heel tof. Ik weet alleen niet of ik het goed in beeld heb kunnen brengen, want de zon zat echt recht op ons. Dus het is wel mooi in kleur. Maar natuurlijk, als de zon in de lens zit van de camera, dan ga je er niet veel van zien. Ja, je kan niets aan de natuur doen, de zon zit daar. En normaal zou ik dan wachten totdat de zon ondergaat. Ook voor de foto's. Maar we kunnen niet wachten, want we moeten ons inchecken in de Zion Mountain Ranch. Dus ja, dat moesten we doordoen. Dus ik moet doen met de beelden die ik heb. En hopelijk kun je er iets van maken. Maar het zicht is wel fenomenaal. We hebben wel mooie foto's. Ik kan dat altijd bewerken, die foto's, dat die zon een klein beetje weg is. Dus heb ik het niet mooi op camera, dan ga ik nog een foto tonen. Van de overlook. Oké, ik heb dat op camera. Zo, we zijn aangekomen aan de ranch en we zijn nog op tijd. Om 9 uur was het de laatste dat we konden inchecken en het is nu 9:20. Kwart voor is nu. Kwart voor. Hopelijk kunnen we wel nog eten. Ja. Het ruikt wel heel lekker. Het is een grill en het is een restaurant met plaatselijke gerechten en van een eigen boerderij. Dus in feite moet het lekker zijn, vers zijn. We gaan dan misschien morgen of vandaag nog, want de zon gaat onder, een keer laten tonen. De huisjes staan prachtig op een heuvel. En ja, het zicht is gewoon fenomenaal. Hallo. Hallo. De kippetjes zijn hier ook al. Ja, kippetjes. Dag, kippetje. Er lopen hier overal dieren rond. Bisons ook. We gaan ze wel nog zien, zeggen ze. Maar ze hebben een hele grote weide. Dus om rond te lopen. Dus ja, we kunnen niet zorgen dat ze hier alleen blijven. Ze moeten genoeg ruimte hebben. Maar wat is er hier dan? Een ponytje. Wat de naam is van dat ponytje? Allee, de soort pony, dat weet ik niet. Het is wel een mooi pony. Zo'n kleine pony al met. Hey. Jij bent de lieverd? Maantje heet hij. Heet hij wat? Maantje? Ik weet niet. Ik was er bijna mee weg. Vlekje. Vlekje. Nee. Oh, what kind of pony is this? Miniature. Miniature? Miniatuurponytje. Ja, kijk, moet ik die vragen dat hij noemde? What's his name of her name? Titi, and she's a mom. Titi. She's a mama, that's what we call it. Titi. We hebben geluk, we kunnen nog eten. En we hebben een hele leuke menukaart. Kleine kaart, maar wel een verse kaart. Het is wel een heel leuk restaurant. Helemaal in hout en natuur. En het water dat we direct krijgen is heel leuk geserveerd. Xante dacht dat het een kaars was. Het is allemaal water. Dus we kunnen al onze dorst lessen. En dan nog een limonade of een cola drinken. Mama gaat een glaasje met wijn. Glaasje zoete met wijn. Mijn hamburger ziet er al heel lekker uit. Mama. Wat is jouw hamburger? Ziet er lekker uit, hè? Ziet er lekker uit, hè? En? Wat heb jij? Nuggets met frietjes. Hoe zijn de frietjes? Zijn ze lekker? Om niet in België gemaakt te zijn, toch lekker? Ja?
Hey, weer met de gsm bezig. Ah, een keer wifi, hé? Hey? Als je wifi hebt, woe! Chatten, chatten, chatten! Het is een foto plaatsen. Een foto plaatsen, ah. Ah. Ziet er lekker uit, maar mijn hamburger ziet er super lekker uit. Kijk. En de frietjes zijn echt lekker. En wat vind jij van de frietjes? Toppie? Dat is 109. Ja, 109. Weer met een 9. Is dit toeval? Ja, wij hebben altijd reacties. Met 9, niet? Ja! Xant heeft het gevonden. In seconden. Wat zo mooi. Hoe leuk! Ja, ik ga het weer zien, mens. Kijk de keer hier, zeg. Wow! Het is hetzelfde als like het vorige huisje, maar dan meer. Mooi, hè? Wow, dit is eigenlijk een film. Like Pinocchio. Like Pinocchio. Van die oude opa. Van die oude opa, Geppetto dus. Ik vind het een super huisje. Jullie? Super mooi. Goed zo, vinden jullie ook een leuk huisje? En wat vonden jullie van onze dag? Dan kan je altijd een reactie geven. Als je deze regio doet, zal je niet overslaan. En zeker de narrows doen. Vond je het een leuke vlog, dan kan je altijd een duimpje geven. En wil je meer op de hoogte blijven van onze vloggen en challenges en onze vakantievlogs, dan kan je altijd abonneren op ons YouTube kanaal. En het enige dat we nog moeten doen is... Jazzen!